Yo kijkers, welkom weer bij een nieuwe video. Dit keer ben ik met twee koters in deze party. Vertel jullie naam één voor één. Ik ben Martijn. Nou, en ik ben jullie allemaal, hè? Nou, en wat zijn jullie? Bas en Adriaan of zo? Nee, samen zijn wij hier. Maar goed, hey, we gaan een leuke minigame spelen met z'n drieën. Dus ik zou zeggen, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En laten we beginnen met de video. Oké, jongens. Ik speel met Julian tegen Martijn. Tegen mij. We kunnen geen wapen kopen, toch? Nee. Jawel. Nee, het is eerst, ja, je kan een pistool kopen, maar niet meer. Oké, Jul, volg mij. Ik ga je volgen. Ik hoop dat we op tijd kunnen zijn. Ligt eraan waar Martijn heen gaat. Paise. Ik ga deze kant. Niet doen. Waarschijnlijk komt hij via deze kant, joh. Hij heeft me al gezien. Ja, flikker op. Jul, pak die hostage. Oeh, ik had echt bijna een doosje voor specs hebben. Waar is Jul? Oh, Jul, nee. Oh, waar is Jul? Jul! Geef mij jouw vapes. Geef me mijn vapes. Kutzooi. Klotezooi. Echt zo'n klein beetje klotezooi. Maar dat jij überhaupt niet naar een andere hostage loopt. Dat is al bizar. Oh, de hostage zit hier ook. Je had wel een paar goede hits gedaan. Zie je me vergeten. Even kijken. Ja, echt weer van die kutwapens. Flikker op. Oké, daar gaan we. Ik doe wel mijn eigen ding, want Julian die doet. Als ik zeg ga mee, dan gaat hij. Ja, dan gaat hij. Ja, gewoon... maar we gingen buitenom en toen kwam je opeens daar en ging je ergens anders heen. Weet ik veel. In de middle of the street. Je had wel echt de pech, joh, want ik had je echt net op de laatste seconde zag ik echt net om het hoekje schieten. Pak hem. Nou, je hebt toch geen scouting? Oh, ja. Tyfus. Daar heb ik niet aangemeld, Julian. Jawel. Daar heb ik geen aanmelding voor gemaakt. Ik had liever geen Nova in mijn gezicht gehad. Daar had ik heel erg blij mee geweest. Ja, dat was een XML. Oh, die zijn nog minder leuk. Dan kun je echt mij twee keer in de hoofd schieten. Ik heb wel de hoofdpijn van. Auw. Ja hoor. Tik, het nummer. Tak, tik, tak, Lenny Moore! Yeah! Wat geweldig dit. Come on! Wel kunnen, man, maar goed. Ah, dat is een lekker nummertje. Jong, volg mij. Oké, deze keer ga ik je volgen, is goed? Ja, toppie. Tuppie, zit maar op mijn knoppie. Oelala. Ja. Oelala, trots met talala. Mijn ding ding dong. Mijn boom boom pow. Waar zijn Bubble en Bubble? We weten het niet. Pak hem. Malle babbel. Dit is heel irritant als je zegt pak hem en ik weet gewoon niet waar iemand is. Johan, ja, puur irritatie. Oh, nu is een taar. Hallo? Hoe de flip kan jij mij zien? Omdat ik je al zag toen je wegrende. Maar ik weet niet waar dat ik rende helemaal niet weg. Ik zag je net om het hoekje schieten. Ja. Je ging in bosjes in en ik liep achter je. Nou, dat was echt 5 seconden daarvoor nog hoor. Of 7 of 10. Dat klopt. 5, dat klopt. Ik was namelijk te laat om je te schieten. Dus ik kon je niet schieten.
En ik wist dat je ergens was, dus ja. Maar waar is die hoortjes gebleven? Ja, ik ga niks zeggen waar Julian is. Waarom niet, jongen? Ja, dat is verloren zaak. Hier, verloren zaak. Oh, ja. Ik heb je ritme, nee hoor. Oh. Zo jammer dit. Waarom liep je helemaal om? Ja, wat denk je zelf, Johan? Ja, nou ja. Hij was bang. Ik ben heel bang, inderdaad. Ik zag trouwens Georgie in de tunnel, dus... Oh! Oh, serieus? Ja. Oké. Okay. Jullie hadden echt een hartverzakking gekregen. Ik ging echt rennen. Ik kreeg een half hartverzakking. Ja, echt. Arme oh. Julian. Tik-tak. Tik-tak-tok. Tik-tak-tok. Hoe is dat nou, Johan? Waarom moest dat dan, Johan? Nou, we hoeven helemaal niet tostitjes te pakken. Nee, je mag ook gewoon backfieten. Inderdaad, maar het is leuk als je tostitjes pakt zonder dat jij... Ja. Nou ja, dat vind ik niet leuk. Dus ja, dat is mijn werk weer om dat alles te voorkomen. Hallo! Godverdikkie. Oh. Kijk, dat wapen had ik nou net nodig. Dank u. Geen mogelijk gemak door jullie, Jan. Ik had liefst MVA 1 gehad, maar oké, of MVA 3. Even rustig aan, hè, Martijn. Je moet een gegeven paard niet in zijn bek kijken. Fair. Ik ga van een Mac 10 naar een M4A, dus dat is niet slecht. Waar is Johan? Johan. Johan Derksen! Is jongen. Come out, wherever you are. I'm gonna find you. Heeft Johan een Nova in mijn nek gelegd? Oh, dat voelt wel fijn. Lood. Goed voor het dagelijks immuunsysteem. Inderdaad. Lood in uw nek. Goed. Ja, want ik wil niet lullig zijn, je hebt 20 seconden, maar succes. Oké, okay, dat was wel een beetje cheaty, jongen. Dat hoort niet bij de deal. Hoe gaat die jongen lopen? Linksom of rechtsom? You never know. No, but I will be quicker than you, my boy. Je ziet het in de volgende aflevering van Gamescope. Gamescope om het hoekje. Pew, koopt het door zijn hoofd. Ik vind het niet fijn dat ze een buurtje man. Dat is echt helemaal om dat. Nee toch? Als zij niet om. Hele kleren in het omlopen. Waar ben je, jongen? Kijk, ik wil het een leuk potje maken, maar als jij niet komt, dan verlies je gewoon, omdat tijd is verderf. Ik kan Johan niet vinden. Yeah. Kut, nee, ja, flikker op. Oh, ja, nee. Twee ja, seconden. Twee Goeie seconden, man. Joh. Oh, wat kut. Zit je achter me? Ja. Ik was al bij de hostage plek weer. Oh, ik hoor een deur dichtgaan, maar ik wist niet vanuit waar. Dit is zo kut. Nou goed, jongens, we kunnen nog steeds winnen. Kom op, we kunnen dit, Jules. Volg mij. Ja, ik volg jou. Ik was echt van, waar zijn jullie? We gaan nou niet zitten kloten, Jules. Kijk nou uit, we moeten winnen, Johan. Maar ik kon gamen. Ik... Wat een goed kanaal was dat, hè? Zo! 10 out of 10. Precies. Perfect content. Would not change one thing. Pak hem.
Nou, niet zo salty doen, kom op. Hey, ik vind het wel spannend dit, echt. Wat een spannend spelletje dit. Het is ook alweer Trick. Maar ik vind het ook leuk dat eigenlijk E.T., ook al is het geen horror, of het althans gewoon Halloween of zo. Ja, het is wel horror. Hallo Julian. Gefeliciteerd. Wie had de taser hier? Oh. Ik had een taser gekocht. Ik had hem. Oh, kut, de microfoon. Oh. Weer die microfoon. Nou, Jules, vertel jij even de kijkers wat er met mijn microfoon aan de hand is. Wat zeg je? Vertel jij even de kijkers wat er met mijn microfoon aan de hand is. Nou, zijn standaard is dus kapot. En ik heb er zelf ook precies eentje zo'nzelfde uit China en die doet het al 7 jaar. Nou, wie zit er nu fout? Dat is de vraag. Jules, ga maar. Go. Dit is gewoon een kijkersvraag, Johan. Oh, hallo. Tik-tak-tok. Wat een gezeik, echt. Ik ben schijting, man. Echt, hè. Ik heb er 4 euro voor betaald. Geweldig. Dat is geweldig. Doe nou niet. Hij kwam ook echt heel droger uitlopen van, oké, hallo. Ja, maar Johan komt weer met zijn mikker een beetje op het cheaten. Aim, holy shit, dat is heel mooi. Oh damn, that's pretty annoying. Hoe de flip kan jij mij daar zien? Omdat je schoot, dus ik zag de kaart dat je aan... Ik schoot niet eens. Jawel, ik zag een keer dat je op de kaart gespot werd. Of ik was het, of iets in de richting, maar ik wist dat je er zat daardoor. Ja, je wist dat ik daar zat. Je hebt gewoon heks aan staan. Ja, ik heb heks aan staan, Johan. Yo, pak hem! Pak die hostage! Als ik... Nu! Pak nu, snel! Hem. Hij komt eraan, Snel, van achteren! Van achteren! Jul, kijk uit, achter je. Hé, hey, Johan, anders ga jij even cheaten. Kijk uit. Ja, je mag niks zeggen, Johan. Nee, wij mogen ook cheaten. Nee, ik cheat niet, jongen. Snel, pak hem. Ja, ik ben toch bezig, ik weet toch niet waar die kleren zijn. Of schiet hem neer. Je kan de hostage niet neerschieten, dan verlies je. Oh, nou. Wees snel, Jules. Ik weet toch niet waar die zit? Weet jij waar die zit? Ja, hallo, ik zie toch zijn beeld. Ja, dan ben je te laat. Waarom gaat dit zo sloom? Get wrecked, flikker. Nou, je weet wel, denk ik, de beste weg om vanuit daar weg te gaan, toch, joh? Precies. Wat doe je? Waarom denk je dat daar de plek is om in te leveren of zo? Nee, tuurlijk niet. Nee, je kennis goed die andere hostjes ook meenemen. Ja, precies, inderdaad. Hij is toch bezig met. Ja, toch? Dan gaan we het gewoon even meenemen, die andere. Nou ja. Hij is sowieso in de span, dan weet je dat. Meer hoef ik niet te zeggen, want ik kan toch alles doen. Ja, Kruk speelt Jan heel eerlijk. Johan staat bekend dat hij heel goed tegen verlies kan. Echt, hè? Ja, dat wel. Wat zei je? Want het staat geblurred. Het is een beetje namelijk. Jul. Jul! Oh, de hostjes. Nee! Waarom? Oh. Zag je elkaar niet of zo? Nee. Jawel, ik schoot hem alleen. De kogel ging tegen de hostjes aan en niet tegen Julian. Ja hoor, we hebben hem. Schoot Julian van. Oh, nog 3 rondes! Ja! Oh, geweldig. Oké, joh, kom op, we kunnen dit. Ik heb vertrouwen erin. Wat?
What the fuck, man? Ik stond geen eens in je fucking scope, man. Oh. Ik heb geen scope nodig. Nee, dat is wel... nee, onhandig. Ja, flikker op! Echt, jij vuile... Harte stront. Oh, ik ken je zo niet tegen. Echt ongelooflijk. Echt allemaal headshots, hè. Echt geen eentje dat geen headshot is. Daar ken ik niet tegen vooral. Dat was geen headshot, joh. Ah, joh. Flikker op. Flikker op. Nou jongens, willen jullie dit veel meer zien? Laat even een like achter en dan doen we dit natuurlijk vaak. Hè? We nemen sowieso even alvast een video op voor de volgende keer. Ik zit nu echt maar wat te doen. Oeh, ik hoor iemand. Hallo. Godzakken, ik heb je al geraakt. Oh nee, ik ben geraakt, wat nu? Ja, met lood en ik. Het is heel naar als ik... Het is ook gewoon kut dat het donker is. Ah, mijn nek, ga niet daar. Pam, pam, pam. Tik tak tok, tik tak tok tok. Padoe! Ai, vuile naald. Oh, dit ken ik niet eens uploaden. Ja, jij kan dat wel, want je blurt gewoon alles. Ja, inderdaad. Gewoon even een goede piep erin gooien. Ik zal het er nog een keer zeggen, vuile naald. Dat je bent. Zo, nou hebben ze het wel goed verstaan, denk ik. Deutschland! Hallo, Julian. Oh, slik. Ah! Weer headshot, hè? Ja. Hoe gaat het, jongen? Hoe gaat het met jou? Ja, hè, vuile camperenekker. Ah, ik ben een camper, natuurlijk. Ja, wij lopen de meeste meters, dus ik weet niet. Ja, jullie lopen... Jules, volg. Meter. Volg, snel. Volg mij. Ja, dan moet je wel gaan lopen. Lopen. Je verpest ook de tactiek, hè, domme. Ga nou lopen dan. Je verpest de tactiek. Daar heb je het over. Ik zeg, volg mij. Ik wilde bedoelen dat we hier bleven zitten, maar goed, laat maar gaan. Oh, echt. Dat is zo dom. Nee, ja, jij bent dom dat je me... Hier, dan zijn we alweer te laat. Hier, dan krijgen we een kogel door mijn hoofd. Jul, snel. Snel! Tactical reload, hallo. Oh, ja, nee, dit slaat nergens op. Oh, die was klein. Oké, Jul, ik heb één tactiek. Dat is de beste tactiek om te winnen. Dan krijgt Martijn de... door zijn hoor. Hey, dan moet je weer. Weet je, Julian, zou ik het geheim verklappen? Dat heet winnen. Dat is de tactiek. Dat is algemeen. Zo win je. Door te winnen. Oké. Als we hier nou links gaan, dan kunnen we. Ja. Vertel nou niet, Jul. Sorry. Nu zit er wel een spam. Tik tak tok. Papa dan prum, snijper van het leven. De winnende ronde. Dit is de beslissende, jongens. Final round. The final round. Yes, baby. The final round. Oké, joh, we doen dit. Goed zo. Ja, als jij hier blijft, dan ga ik de andere kant op. Goed. Doen we dat zo. Hoe de flip kan hij joinen? Omdat hij jou in je vriendenlijst hebt. Kik hem gelijk. Ja, verwijderen. Ah, okay. Hey, ho. Oh, Johan. Ik weet dat jij het bent. Tactical smoke! Suppressive fire! Ik weet niet waar die start is. Oh, ja. Tik-tak, ja, we winnen. Tik-tak, toch? Nou jongens, hey, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En we zien jullie weer zoals altijd weer terug bij een nieuwe CSGO video. Minigame of full game in competitief. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe.